Koning je zo op de grond met mijn benen tegen de muur. Nou, ik wil dat wel zien. Door jou heb ik een automaat. Echt waar? Want toen reed jij, weet je wel? Ja, we hebben een keer een historische autorit gemaakt samen. Heel leuk, naar Enschede. Ja. Ja. Hallo schatje. Hi, hi. Nou, ik volg het nog wel eens hoor. Ja? Ja. Oh, wat leuk. Ja, want je komt ook nog wel eens. Wat doe je hiermee? Ik ben het stiekem aan het opnemen. En waarom? Dit is voor mijn vlog, zodat mensen zien dat ik een vriend ben van de sterren. Van de sterren? Ik denk dat heel veel mensen als ze Mark van Praag horen, dat ze denken, wauw. Oh Martijn, nou, we hadden zoveel bellers met verhalen en met mensen die zeiden, oh wat leuk dat je altijd een knipoog gaf aan het eind. Ik wens ze nog een heel prettige avond verder. Wij hebben samen nog een keer, ik weet niet of ik dat heb verteld, in een filmpje gezeten. Ja, wat was dat? Het WK jojoen. Dat is waar, het WK jojoen. Ja, en daar was ik zeg maar, was ik figurant. Ik ben niet verder gekomen dan recht op en neer. En dat vind ik al moeilijk genoeg. In Nederland is sinds kort de jojo-gekte losgebarsten. Iedereen jojoot overal. Onder het eten en tijdens het televisie kijken. Wat doe je nu eigenlijk tegenwoordig? Ademhalen. Maar ben je bijvoorbeeld in te huren? Ja, graag. Voor wat? Nou, wat je wil. Een dagvoorzitterschap? Doe maar. Voicemail berichten? Doe maar. Ja? Oh ja. En niet duur ook, hè? Nee, helemaal niet. Het is heel schappelijke prijzen. Ja. Is er nog iets waar je reclame voor wil maken? Voor feiten. Minder meningen en meer feiten. En hoeveel volgers heb je? 5000, iets meer. Zo, dus ja. Als ik wil. Maar je doet het met een... Oh, dit gebruik alle vloggers. Het ziet er heel erg uit alsof je een soort vakantiefilmje maakt. Niet met hun telefoon. Nee. Maar is het niet iets? Het is wel een aanrader. Je kan natuurlijk ongelooflijk goed monteren. De filmpjes, een vlog kan ook best 2 minuten 30 duren. Dat is gewoon precies een item van het zondagse journaal. Dat is eigenlijk gewoon een vlog-item. Ja. Je zou dus altijd... Ja, ik wil namelijk nu leren klaviassen. Kan ook. Want kijk, ik ben thans op een leeftijd gekomen dat na het opstaan bij het kijken in de spiegel het niet meer vanzelf in orde komt. En ik moet toch, als ik niet genoeg te doen heb, wil ik nu leren klaviassen. Eén keer per week stretchen met het clubje. Stretchen, dat doe ik al. Woensdagochtend. Ja. Ja, en dan daarna de hele wereld benen. Door. Ik kan hier zo op de grond met mijn benen tegen de muur. Nou, ik wil dat wel zien. Wat is het? Stretchen is een soort... Een soort yoga, zeg maar. Er zit yoga in, er zit pilates in. Ik kan dit voordoen. Dan ga je dus tegen de muur. Ja. Ik zie het, ja. Dan beginnen we. Kijk, dit is goed, want dan rek je dus deze spieren. Ja. Nou, dan heb je hier bijvoorbeeld de zeemeermin. Dat is dit. Dat kun je zo zien, dat dit de zeemeer. Oh, dat is voor je heupen ook? Ja, dat is heel goed. En dit is de cakewalk. En dit is de chaplin. En je kan ook klimmen. Wauw. Kijk, en dan kan je dus al je spieren afwikkelen. En dat is heel goed voor de ontspanning van je spieren. Nou, wat vind je ervan? Ik kan nog wel. Het ziet er wel uit als iets dat ik zelf zou kunnen. Ja, dat is ook zo. Wauw, het is echt gek. Echt leuk. Ik kan mij het schelen. Ja.